voorhand. Ik werd erop geweest, Donnie van der Beek die app mij zei, hoor je wat die Ross Smit zegt? Nou, ik hoorde een Sevilla-play interview, maar niet zijn Sky-interview aan. En dan zegt hij gewoon van, joh, Dirk fiets over een erger dan ik mijn EK win. En Dirk is banger voor mij dan ik voor hem. En ik gast, ik ben helemaal niet bang voor jou. Ik vind dat je, weet je, dat EK die was voor mij. Alleen Michael Smit was in de halve finale echt heel goed. Maar in de finale, ja, dan kan je hem pakken. Toen nog. Dat is nu anders geworden. En ik dacht, ja, waarom zou je dat zeggen, weet je? Maar dat heeft je getergd. Ja, klopt. Deels wel, ja. Zeker. En dat zijn wel de dingen die mij dan, op het moment dat ik achter sta, dat ik van, ja, maakt niet uit hoe, maar ik blijf gewoon vechten. En ja, als die beter is, is die beter. Want kijk, hoe je het ook wendt of keert, of hij een grote mond heeft of niet, hij gooit wel goed. Alleen ja, ik vond hem vandaag niet goed tot set 5-6. Maar was hij ook irritant op het podium? Nee, niet irritant hoor. Maar dan ben ik alleen als iets van, nou, zo uitbundig juichen af en toe en dan zit je over mij wat te zeggen. Het publiek was ook op zijn hand. Maar dat is niet onlogisch, zoals vorig jaar ook zo. En hetzelfde resultaat.